gebeurd in Oost-Turkestan, in China, in de regio Xinjiang. Want ik kan me heel goed voorstellen dat jullie daar familieleden hebben die niet met jullie durven te spreken vanwege de onderdrukking van het Chinese regime. Wij als DENK hebben hier aandacht voor gevraagd in de Tweede Kamer. In 2015 al kwamen de eerste misstanden binnen. Toen niemand erover sprak hier in Politiek Den Haag, hebben wij dat als eerste wel gedaan. We hebben constant en structureel de misstanden die op dit moment plaatsvinden in Xinjiang, hebben we aan de orde gebracht. Waar het gaat om vrouwen die gedwongen worden om met Han-Chinezen te trouwen. Mensen die gedwongen varkensvlees moeten eten, hun religie niet kunnen beleiden. Dus alles wat eigenlijk hier wordt voorgesteld door Geert Wilders gebeurt daar. En als we kijken ook naar de verhouding in de Tweede Kamer, dan zien we dat een groot deel van de Tweede Kamer ook oog heeft voor hetgene wat jullie hier van, waar jullie hier vandaag voor staan. Daarom zal er straks ook een motie ingediend worden, breed ondersteund door verschillende politieke partijen.